Lassie, eindelijk in Almere. Ja, ja, Almere City. Afgelopen maandag verloren, 4-2. Ja, hoe? Van Helmond Sport. Ja, bizar. Bizar in de laatste 20 minuten. En vandaag de return. Spannende wedstrijd. En ik wilde je eigenlijk vandaag laten zien en eigenlijk samen onderzoeken dat Almere City de potentie heeft om een topclub te worden in Nederland. Maar ook qua supporters en qua stadion en alles? Statistisch gezien heeft Almere City het supporterschare die het meeste groeit van het Nederlands voetbal. Ja, ja. Nou, hoge verwachtingen. Ja, dus lekker potje vanavond. En we gaan dus even de sfeer proeven hier in de snelst groeiende stad van Nederland. Let's go. Dit zijn businesskaarten. Ja, die mogen door. En die andere ook. Beide fijne wedstrijd gewenst. Top. Ik hoef alleen te scannen, hè? Niet in. Nee, dat is niet. Currymobiel. Lekker. Hoe is het met het vertrouwen? Het vertrouwen is zeker wel goed. Ik denk dat we 4-0 eroverheen gaan. Ik denk dat we een goede kans hebben. Ik denk ook dat we eroverheen gaan met 3-0, 4-0. En ja, we gaan naar de eredivisie. Zin in. Vertrouwen. Vertrouwen is groot, jongens. Vertrouwen is groot. Meneer, spannende wedstrijd vanavond. Eén tupertje is Helmond door en twee tupertjes is Almere door. Kijk eens. Dat is vertrouwen. Dat is vertrouwen. Ja. Ben je zin in? Ik heb er wel zin in, maar ik ben wel... ik weet niet of het Almere gaat lukken, maar het vertrouwen hier is wel heel hoog. Het vertrouwen is hier gigantisch, bij de spelers in ieder geval. Ja. Bij de supporters ook. Dus je zou denken, dit kan niet fout. Zullen we daar maar een pilsje drinken dan? Proost. Inmiddels ben ik Lars alweer kwijt hier bij Almere. Oh, daar staat hij. Oh, even wat eten. Lassie! Doe mij er ook even een. Ben je oké? Okay? Even een braadworstje. Ja. Stroom langzaamaan vol. Worden pilsjes gedaan. DJ staat lekker te draaien. Het lijkt erop dat de mensen er heel veel zin in hebben vanavond. Ik dus ook. Dus het komt allemaal goed, denk ik. Ik ga ook gewoon even lekker een biertje tappen voor de mensen die er zijn. Een beetje vertrouwen in voor vanavond. Zeker. Ja? Ja. Kom door. 3-0. 3-1. Hoeveel gaat het worden? Nou, ik hoop inderdaad van de 5-0, jongen. Ja, gewoon 3-0. 3-0? En binnen. Mannen, waar moeten wij zo gaan zitten? Pak 1 aan de benen voor Almere. Kom maar. Lars, het is nog een kwartiertje voor de aftrap. Ja, het begint nu lekker druk te worden. En het vertrouwen blijft hoog. Ik hoor 3-0, ik hoor 4-0, ik hoor 5-0 heb ik zelfs gehoord. Ja. Dit kan helemaal niet meer fout. En we gaan op weg naar Pakkie D. Pakkie D, daar gaat het gebeuren. Het grootste sfeervak van Almere City. Een beetje smeertje erin hoor. Kom maar goed denk ik vandaag. Moeten we wel een keer trimmen. Willen ze nog een beetje kans maken? I guess. Het kan makkelijk, het kan makkelijk. Wel sfeertje hier. Ja, stop. Overal waar ik op bezoek word geboren. Kijk eens een goal steen. Zonde, echt zonde. 0-2. Bij rust en voor Almere is het bijna onmogelijk al. Ze hebben er 4 nodig om te gaan verlengen en 5 om te winnen. En Lars is inmiddels al bezig om de supporters over te vragen over het bijna al afgelopen seizoen van Almere. Helmond maakte de maandag ook 24 minuten. Kijk. Wij zijn positief. Ik
vind aan de support van Almere ligt in ieder geval niet. Nee, vak D is echt een sfeervak, man. Ik hoop voor ze dat in ieder geval de thuisploeg nog een goaltje maakt. In ieder geval iets om te juichen hebben. Joi, wat een redding, denk ik. Flinke redding. Jongen, jongen, wordt niet normaal goed ingekopt. Wat is Almere City voor u? Hoe staat Almere City voor u erop? Ik ga af en toe vaak eens kijken. Gewoon, ik woon in Almere en ik hou van voetbal. Ja, weet je, dat is jammer. Jouw club in jouw stad. Het is jammer dat ze geen promotie pakken. Het derde jaar op rij, van het eerste jaar ongeluk gehad tegen de Graafschap. Het is jammer dat ze nu dit doen, man. Ik heb ze zo gegund. De hele stad van 800 kijkers en het vak. Het is vol. Aan de support ligt het. Aan de supporters ligt het nu. Let op mijn woord, Almere zit in Eredivisie. Komt goed. Ja, broers. Helaas. Helmond Sport gaat door. 0-2. Terecht, denk ik. Ja, sowieso. Almere City had niet veel in te brengen. Nee, maar toch merk ik, het vertrouwen is er zeker. We hebben natuurlijk gemerkt... Trouwe fans. Trouwe fans. En mensen hebben er vertrouwen in dat het met Almere City uiteindelijk kan doorgroeien tot een stabiele club. En wat ik altijd mooi vind is 90 minuten lang zingen in vak D. 90 minuten lang zingen is gewoon heel tof. Dat zie je niet overal, kan ik je vertellen. Dus dat is echt heel gaaf en ik denk dat het uiteindelijk met Almere City zeker goed komt. Dat denk ik ook. Maar voor nu, Helmond Sport. Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd.